الدعاء ينقسم الى قسمين. De smeekbeden is in twee categorieën onderverdeeld. القسم الاول دعاء عباده. De eerste categorie is de smeekbeden van de aanbidding. اي عباده تصرف لغير الله هذا الشرك الاكبر. Elke vorm van aanbidding die toegeschreven wordt aan een ander dan Allah azza wa jal is grote polytheïsme. صلى صام حج لغير الله هذا الشرك الاكبر. Degene die vast of de bedevaart verricht of een andere aanbidding verricht voor een ander dan Allah azza wa jal, dit valt onder grote شرك خروط البوليتيزم. الثاني دعاء مسألة دعاء طلب أقول لك مثلا اعطني كاسة ماء. The tweede categorie is de smeekbeden van vragen. Bijvoorbeeld ik vraag jou om een glas water. نعم ينقسم إلى قسمين. Deze zijn ook in twee categorieën onderverdeeld. أن يكون دعاء الطلب أن يطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر. Dat men een persoon vraagt in iets waar alleen Allah عز وجل tot toe in staat is om te verlenen. يأتي لقبر ميت ويطلب منه الولد الرزق إنزال غيث هذا لا يقدر عليه هو حي فما بالنا أنه ميت هذا هو الشرك الأكبر. Een persoon die komt bij een graf en hij vraagt de overleden in het graf om hem te voorzien van een nageslacht of dergelijke. أما en, أطلب نعم. En hij is niet in staat als hij levende is. Hoe dan? Hoe kan hij dan in staat zijn als hij overleden is? Degene die zich hier aan schuldig maakt heeft grote polytheïsme begaan. أما أن أطلب من المخلوق شيئاً يقدر عليه أقول له اعطني كاسة ماء فهذا يصح بشروط أربعة. Maar het vragen van een persoon in iets waar hij tot toe in staat is, dit mag en hier hangen we vier voorwaarden aan. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. Dat het geschiet van een levende naar een of van een levende. أن يكون أطلب من حي لا من ميت. Hey, dat je vraagt van een levende. Dus je, de vraag moet gericht zijn naar iemand die leeft. En niet naar iemand die overleden is. الثاني أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز. يعني لا يمكن أن أطلب من إنسان مشلول أقول له أعطني كاسة ماء. Dat je iemand vraagt die in staat is, قادر. Hij moet in staat zijn. En niet iemand die niet in staat is. Bijvoorbeeld iemand die op zijn gebroken benen heeft of wat dan ook. Hij is niet in staat om jou het glas aan te geven. Dan is de vraag aan hem richten niet toegestaan. أن أطلب من موجود حاضر لا غائب يعني لا يمكن أن يكون مثلا إنسان في هولندا ويطلب من الولي الذي في الهند مثلا. Dat degene die je vraagt moet aanwezig zijn en in de buurt zijn. Je kunt niet iemand vragen als je bijvoorbeeld in Nederland woonachtig bent dat je iemand vraagt in Pakistan of wat dan ook of in de Hind dat je iemand vraagt zo ver weg. Dat is niet toegestaan. الرابع أن أعتقد أن هذا سبب. لا يضر ولا ينفع والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Dat je overtuigd bent dat dit een middel is, een reden is en niet op zichzelf zeg maar jou kan profijt kan schenken. نعم. مثل الدعاء الاستعانة أقول لك أعني في حمل هذه الطاولة. يصح بهذه الشروط الأربعة. Bijvoorbeeld als ik jou de vraag stel, help mij met het optillen of verplaatsen van deze tafel. Deze vorm van vraagstelling is toegestaan met inachtneming van de vorige genoemde vier voorwaarden. Fulan min an-nas gharq fi al-bahr al-an. Een persoon die is aan het verdrinken in de zee. Wa yatlub mink, yaqul ya fulan aghithni. Hal yasih? En hij vraagt aan jou, help mij, help mij. Yasih bi hadhihi ash-shurut al-arba'a. Is dit terecht? Kan dit? Dit kan met inachtnemen van de voorgaande vier voorwaarden. يأتيك طالب من الطلاب ويقول يا فلان اشفع لي حتى أقبل في الجامعة. Als een student jou vraagt op een universiteit of op een school, bemiddel voor mij zodat ik aangenomen word. يصح بهذه الشروط الأربعة. Dan geldt deze vorm van vraagstelling met de inachtneming van de vier voorgaande genoemde voorwaarden. اختل شرط من هذه الشروط الأربعة يخرج الحكم من الصحة إلى الشرك نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم. Als de vraagstelling niet voldoet aan deze voorwaarden, dan valt men over in het polytheïsme. Dus dan komt de aanbidding te vervallen van acceptatie naar polytheïsme. Dan is het dus niet meer geaccepteerd. Wallahu a'lam.